Noord-Holland Sport nabeschouwing. En aan de lijn Carol Corrades van Isala. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Jij won vanmiddag met jouw team Isala. En, gisteravond, ja. Gisteravond van Rebound 73. Mooie uitslag, 85-78. Dat betekent dat er gewoon lekker gescoord is. Ja, ja, het was ook een hele spannende wedstrijd op het laatste moment eigenlijk. Het ging best wel gelijk op. Mm-hmm. We kwamen vroeg voorsprong met 10 punten, maar daarna kwamen zij weer terug. Dus dat was, ja, was echt een spannende pot. Ja, ik wou zeggen, want kijk, je krijgt ook 78 tegen. Dus dat betekent dat het wel lekker tegen elkaar op is gegaan. En, ja, zeker. Ja. Bleven jullie ook iedere keer op voorsprong staan? Of hebben ze op een gegeven moment de voorsprong een keer overgenomen bij Rebound? Nee. We hebben wel een hele wedstrijd voorgestaan, maar op een gegeven moment maar met 4 punten. Mm-hmm. Toen hebben wij weer een runnetje gemaakt, een kleine run, van 6 tot 8 punten. Ja. En sowieso is het uiteindelijk 10 punten verschil geworden. Was dat het verschil voornamelijk, Carol, tussen jullie teams? Hoe bedoel je dat? Nou, qua fysiek, fysiek of meer driepunters, soort dingen? Nou, zij speelden wel fysiek en schoten meer driepunters. Wij zijn wel meer dicht bij de basketteam. Uh-huh. En als je dan een zone speelt, dan kun je dat best wel goed, goed beletten. Maar zaterdag was gewoon het verschil dat wij gewoon heel geconcentreerd begonnen. Ja. Dus die voorsprong die we in het begin maakten, die heeft eigenlijk wel de wedstrijd bepaald. Ja. Nou ja, je blijft nu lekker aansluiting houden bij de eerste twee. Kom je die twee nog tegen? Ja, alle twee nog eigenlijk. Voor mij niet. Deze week niet, maar volgende week spelen we, niet komende week, maar die week erop, spelen we volgens mij tegen Hanse Stars. Dat is nummer 1. Mm-hmm. En dan, dat is wel meer richting het einde van het seizoen, spelen we weer tegen Hanse Stars. 1. Okay. Wat zeg ik? Tegen Rebound 1. Ja, precies. Dus in ieder geval, heb je het dan ook nog een beetje in eigen hand? Ja, een beetje wel, ja. Nou ja, goed, dat is in ieder geval fijn. En, hoe kijk je daarna, zeg maar? Heb je daar vertrouwen in? Ja en nee. Kijk, Rebound 1 is echt wel een heel goed team. Die hebben tot vorig jaar hebben ze gewoon hoofdklasse gespeeld. Mm-hmm. En dat team is echt al jaren bij elkaar. Dus dat is echt wel een doorgewinte team, zeg maar. En de Hanse Stars ook. Daar zitten gewoon een paar leuke spelers bij. Maar ja, op een goede dag kun je iedereen verslaan, werk ik altijd. Ja. Dus dat heb ik nu ook. Ik zeg niet dat we verloren hebben, maar het wordt wel moeilijk. Ja, nou goed. Weet je, als je er eenmaal zover bent, dan longt misschien ook wel die derde divisie. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Ik geloof eerst winnen. En dan aan het einde van het seizoen ben je daar. Dus we gaan eerst kijken wat we gaan doen. Ja, precies. Hoe zijn jullie verder begonnen weer dit jaar? Weer in training? Heb je je team compleet? Ja, we hebben iedereen compleet. Iedereen is gezond en fit. En dat zag je gisteravond ook. Zat je gewoon 12 mensen op de bank die allemaal wilden spelen. En, dus daar zijn we gewoon heel blij mee. Ja, ik denk dat er ook wel een factor is, ook in het succes, zeg maar, in de stand. Ja. Dat zolang je compleet blijft, dat je ook natuurlijk daar ook de resultaten van kunt afmeten. Ja zeker, want beide, zowel Rebound als Hanse Stars, hebben een paar bepaalde spelers natuurlijk. Uh-huh. En als daarmee wat zou gebeuren, zou de kans wel op overwinning wel wat onze kant op tikken. Ja goed, nou dat ziet er dan in die zin goed uit, hè, dat je dus heel veel dingen nog in eigen hand hebt. Wat voor verschillen zitten er tussen een eventuele derde divisie en de huidige divisie? Sowieso krijg je dan bondscheidsrechters. Ja. En het niveau is echt wel aanzienlijk groter en het wordt landelijk. Ja. Dus dat is wel een van de grote verschillen, dat het meer verspreid wordt over het land. Natuurlijk wel kijken ze een beetje naar de rijafstanden, maar het wordt landelijk. Het wordt gewoon echt wel wat professioneler allemaal. Ja. Maar het wordt wel eens onderschat, hè, dat op een gegeven moment er sportieve resultaten komen, maar dat betekent ook vaak dat je dan organisatorisch in je vereniging maatregelen moet nemen om natuurlijk het seizoen daarna het ook allemaal weer mogelijk te maken. Hè. Denk aan bijvoorbeeld vervoer, denk aan voorbereiding, denk aan het aantal trainingen. Trainers, ja. Dus er komen wel een aantal dingen bij kijken die bij ons zouden moeten veranderen. Willen we hoog gaan spelen, sowieso zouden we dan een vaste trainer moeten krijgen. Die hebben we nu niet. We zouden meer scheidsrechters, want je bent dan ook verplicht om meer scheidsrechters extern te leveren aan de bond. Ja. Dus dat zijn wel allemaal dingen. Het is een duurdere competitie.
Dus het zijn wel allemaal dingen waar we naar moeten kijken qua sponsoren en intern hoe we dat gaan coördineren. Ja, maar in het veld laat je je daar niet door tegenhouden natuurlijk, Carol. Nee. We willen winnen. We willen kampioen worden. Ja. Daarom speel je eigenlijk. Ja. Maar op de achtergrond moet je wel even rekening houden met andere dingen. Ah, helemaal goed. Dus dan wil ik je daar heel veel succes mee wensen. En, ja, dankjewel. Fijn dat je even tijd had. En mooi gewonnen. 85-78. Ja. En nu die laatste twee nog. Die laatste twee. Komt goed. Hey, dankjewel. Fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Hoi. Dag.